Goed, ik heb hier een nieuwe video voor jullie. Dus ik heb met de mededeling video, dat is een beetje meer. Ik dacht het is lang geleden weer om een beetje te maken, want er zijn veel dingen veranderd op mijn kanaal. En ja, ik ben Instagram Noif en welkom bij mijn daily video. So don't hold me back, you're not allowed to spend my time, cause that is what you came here for. Goed, zoals je gezien hebben we gisteravond. Het is eigenlijk gewoon dat ik qua werk. Nee, niet kunnen weer, sorry. Voor intro en kaart heb ik weer terug. Ik weet dus geen eindkaart, ja, eigenlijk hoeft het niet of gewoon niet. Maar toch wel. Want ik mis toch een eindkaart op dezelfde design. En dan de nails en dan de banner. Dat is nu echt één geworden. Echt heel tof gemaakt, maar zo moet ik zeggen. Intro en eindkaart kan je niet uit zien gisteren in de video. Toch niet in de vlog. Dat moet pas na. Dus het was na het op 20 oktober komt pas de banner en intro en eindkaart in de vlogs. Dus dat kan even duren. En ja. Ik moet zeggen, het is ook echt mooi geworden, de intro mooi ook mooi vind. Ik hoop dat jullie het gezien hebben, die mooie intro en ook een nieuwe eindscherm. En ja, het is wel heel mooi gemaakt voor mijzelf. Ik had zoiets van, ja, ik ga toch weer even een nieuwe intro maken en een nieuwe eindscherm maken. Ik heb gisteravond bedacht. En ja, zo doen we. Heb ik dus een nieuwe iets nieuws op mijn kanaal. Dezelfde kleur nogmaals, hetzelfde layout als de banner en de thumbnails. En net iets anders uiteraard. Niet hetzelfde, alles andere soort thumbnail, maar ik krijg het als eindscherm en intro. Dus het is best wel mooi, moet ik zeggen, hoe ik het heb gemaakt. Dus ja. Yeah. Dat soort dingen een beetje. Oh ja, en ik heb ook weer Twitter. Ik kan zien al een hele tijd. Dit is Ierangendorf met nieuwe Twitter. En je moet zo leuk zijn als je me opvolgt. En ik heb er nog maar 6 volgers op. Hij ziet er eruit hoor. Maar zo leuk zijn als je me volgt op Twitter. @Ierangendorf. Toen weet ik dan even gewoon een naam. Kan je gewoon opzoeken. Vroeger is het gewoon hetzelfde qua Instagram naam. En zit ook niet in die Facebook, dus dat kan ik ook hetzelfde. Ik ga gewoon opzoeken. En ja, dat zijn een beetje de headlines van deze keer. Ja, ik dacht me iets van, waarom nu eindscherm? Nou, omdat ik toch al miste het eindscherm op mijn kanaal. Dat er al wat professioneel staat. Dan enkel een paar annotaties op mijn scherm. Dat was helemaal niks. Eigenlijk. Was wel wat. Maar misschien is het wel mooi geweest. Was wel mooier om er toch een eindscherm te maken. En een nieuwe intro te maken. De intro kan ik al best wel lang. Weer. Ook nog met de oude naam ook nog. Dat had ik allemaal. Ik had een muziekje veranderd toen. En nu heb ik echt alles veranderd. Dus ja. Hoe komen jullie allemaal leuk vinden die nieuwe veranderingen op mijn kanaal? Dus zeker wel een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Dus zie je morgen om 7 uur morgens nieuwe vlog. Of in de avond een nieuwe video. Dat is ook zeg maar. Tot de volgende.